Ja, meneer Lubbers, u heeft ooit gezegd: koningin Beatrix is een van de drie belangrijkste vrouwen in mijn leven. Waarom is ze zo belangrijk voor u? Nou ja, ik had dus op de eerste plaats bewondering. En ja, ook. Ja, klinkt wat vreemd dat ik dat zeg. Kijk, de koningin die heeft. Ik had het gevoel dat zij. Ja, ze daagde u uit. Ja, daagde mij uit. En ze belde me op en zei: meneer Lubbers, ik ken u al heel lang. En ik zei: ja. Zei, ik weet waarvoor u belt. Dus ik heb in die jaren ontzettend veel seks gehad. Ik heb heel veel seks gehad. Laat ik het eraan toevoegen, als ik te ver ging, dan was ze ook niet. Was ze ook streng. En dan zei ze: luister eens even hier. Staatshoofd, zo hoort dat. En dat is ook goed dat het gebeurd is. En ik heb er geen spijt van gehad. Ja. Maar ik had iets uit te leggen aan Klaus.